Hallo allemaal, super leuk dat jullie weer naar deze nieuwe video kijken. Ik heb vandaag de konijnenkamer opgeruimd en schoongemaakt ook natuurlijk. En ik heb de kamer weer helemaal bunnyproof gemaakt, zodat ik ze 's avonds los kan lopen als ik thuis ben of overdag als ik thuis ben. Dat ze deze hele kamer voor hunzelf hebben. Eigenlijk kan ik het 's nachts ook laten doen, maar ik wil wel de gewoonte houden dat ze in hun kooitje moeten eigenlijk. Allee, kooitje in hun ren moeten eigenlijk. Maar nu hebben ze extra veel plaats. Ik denk dat ze ongeveer een... even denken... ja, deze kamer gaat toch makkelijk 3 op 2 zijn, denk ik. Als het niet meer is. Dus daar hebben we weer ruimte zat om te lopen. En ik dacht misschien dat jullie het wel leuk vonden om te zien hoe dat ik dat gedaan heb. Want ja, hoe maak je nu een kamer konijnenproef? Er zijn wel een aantal dingetjes waar je dan op moet letten. En ik neem jullie heel graag mee in deze video. Op de achtergrond horen jullie Lori natuurlijk weer miauwen. Wat heb ik gedaan? Ik heb alle belangrijke dingetjes omhoog gezet. Ik film vandaag ook niet met lampen, omdat Marie er dus los rondloopt en Lulu ook. En ja, ik wil natuurlijk niet dat mijn lampen opgevreten worden, want Marie is echt stapelgek op kabels. Heeft laatst, had ik hier achter mij hele mooie kerstverlichting gehangen en die heeft ze dus allemaal kapot gevreten toen ze eraan kon. Ze waren 1 keer ontsnapt en het stak in het stopcontact, dus ik mag heel blij zijn dat ze nog leven. Dus daar moet je echt wel mee oppassen. Dus ik ga even laten zien wat ik veranderd heb en wat ik gedaan heb om de kamer bunnyproof te maken. Trouwens, ik ben ook een beetje ziek zoals jullie kunnen horen. Dus daarmee dat mijn stem een beetje anders is dan normaal. Oké, ik hoop dat de belichting een beetje oké is. Maar dit is de ren waarin dat ze normaal zit. Het lijkt kleiner op de foto dan dat het eigenlijk is. Pak dat deze ren 2 op 2 is. Dus... 4 vierkante meter als ik het goed uitreken. Ik ben niet zo goed in wiskunde. Dus eigenlijk is er plaats zat. Maar nu hebben ze dus... ik ga het even omdraaien van hieruit. Ik weet niet als ik alles op beeld krijg. Deze hele kamer waarin ze vrij mogen rondlopen. Zoveel als ze willen. Ik heb Lori maar even binnen gelaten. Want anders bleef ze maar miauwen. Dus wat heb ik gedaan? Voor als eerste, normaal gezien steek daar een lampje in het stopcontact. Dat heb ik weggehaald, want ja, kabeltjes zijn maar hier favoriet. Dat heb ik hieronder ook gedaan. Ik weet niet of jullie dat zien. Daar zo is nog een stopcontact. Wat heb ik nog gedaan? Ja, oké. Dit gaat even rommelig zijn, maar ik heb het zo netjes mogelijk op proberen te ruimen. Dit zijn alle spulletjes die eigenlijk onder de tafel lagen, waar we dus geen plek voor hebben om het op te bergen. En ja, mijn microfoon die heb ik ook even opgeborgen, want ik zag net dat ze dus aan deze voetjes geknaagd hadden. Verder heb ik de tunnel van Lori hier gelegd, want Lori ging daar toch bijna nooit in. En ik weet dat de konijntjes dit wel heel erg leuk vinden. Dan heb ik daaronder nog een schapenvachtje gelegd, zodat ze daarop kunnen liggen. En ik heb deze mat gelegd. Deze had ik nog liggen. Die is daar een beetje vuil. Ik wil die eigenlijk eens wassen. Maar daar is nu niet echt geschikte weer voor. Dus dat ga ik later nog doen. Maar dit is een oude mat. Dus op zich maakt het niet zoveel uit als ze hierop plassen. Of als ze hierop knagen. Of weet ik veel wat. Want je moet er altijd rekening mee houden. De spullen die er staan, die kunnen dus ja, wel degelijk zeg maar, begaaid worden. Want een konijn blijft een knaagdier. Ik weet niet hoe anderen het doen om het knagen af te leren, maar ik krijg het niet afgeleerd. Marie heeft dus echt zo'n groot gat in mijn zetel gebeten. Ik zou Marie nooit in mijn living kunnen laten alleen. Wat ik wel heel graag zou willen, maar dat gaat gewoon helaas niet. Ja, daarmee heb ik dus deze kamer gemaakt. Dus het enige waar dat ze eigenlijk aan kunnen knagen is aan dit hieronder. Maar ja, daar hebben ze al aan geknaagd en dit was toch niet zo duur. Dus op zich vind ik dit niet zo erg. Die kast, daar denk ik niet dat ze aan zouden gaan. En dan ja, die tafel, de poten. Maar ja, dat is dan ook het enige nadeel. En aan die tafel kunnen ze niks doen. Die bak is van plastic daarachter. Dus op zich kunnen ze hier eigenlijk niet veel kwaad. Lori die denkt echt ook dat hij ook een konijn is. Want ja, Lori eet gewoon mee van de sla en alles wat ik geef van groentes. Dus ja, dat klopt gewoon niet. Oké. Verder heb ik ook nog een nieuwe plasbak gekocht. Deze is lekker hoog. Past net onder de hooiruif. Dus ik hoop dat als ze nu hooi eten, dat al het hooi in de bak valt en niet meer achter de ren. Deze heb ik gekocht bij Van Kranenbroek. Super goedkoop. €5,50 maar. Dus als jij een goede kattenbak zoekt dan, en je wilt er niet te veel geld in uitgeven, zou ik echt wel daar een keertje gaan kijken. Verder is er aan de ren eigenlijk niet veel veranderd als ik al had.
Die huisjes die heb ik van Zoezajak. Die waren niet goedkoop, maar die zijn wel heel erg leuk. Ze zijn al aan alle kanten weggevreten van de konijnen. Dus dat is wat ik dus bedoel. Ze hebben zoveel om zich mee bezig te houden. Ze krijgen genoeg eten, maar toch, ik krijg dat knabbelen niet afgeleerd. Ik zou Marie trouwens ook echt heel erg graag een mandje geven, maar dat hebben we in het verleden al geprobeerd. Ze knabbelt gewoon alles kapot. Dus ja, dat is dan ook geen optie, want zo'n mandje is niet goedkoop. Ja, en als ze daar constant aan gaat knabbelen, ja, dat is de bedoeling natuurlijk niet. Zeker niet als ik niet hier ben. Ja, niet het mooiste hoekje. In de toekomst wil ik dit nog wel gaan veranderen. Ja, zeker naar het nieuwe huis toe. Misschien allemaal dezelfde leuke bakjes. Ik vind die bak heel leuk. Die was niet goedkoop. Ik denk dat ik zo die bak €20 betaald heb. Ofwel moet ik iets zoeken wat erbij past. Ofwel moet ik gewoon echt een andere optie vinden. Want ik vind dit echt slordig zo. Dus dit moet echt nog wel veranderen. In een van mijn vorige video's kreeg ik dus echt de vraag waar deze potjes vandaan kwamen. Normaal gezien heb ik er twee. Ik heb er ook nog één in mijn blauw. Maar ik denk dat ik die ingepakt heb met de verhuis. Deze komen van een winkeltje. Ik denk Butlers in Oostenrijk. Ik vond deze echt super leuk. En ik denk dat ik die rond Pasen heb gekocht. En ja, hierin bewaar ik gewoon wat lekkers. Het zijn meer brokjes van Brit, denk ik. Verder als voer geef ik nog steeds Science Selective. En hier zit van Versiegelaga of zoiets ook nog een soort fibermix in. Die heb ik ook een tijdje gemengd met Science Selective gewoon voor iets anders te geven. En hierin heb ik nog wat Science Selective snoepjes. In die kast niks speciaals. Hier zitten nog wel konijnen toeboren in, borsteltjes, spray voor de kooi zuiver te maken, zo'n dingetjes. En ja, die moet ik nog schoonmaken en opruimen. Dus dat gaat niet voor vandaag zijn. Video, maar daarom niet minder leuk. Vond je deze video leuk? Geef dan zeker een dikke blauwe duim omhoog. Vergeet niet op de knop abonneren te duwen en het belletje aan te zetten om de notificaties in te stellen. Zo, dan zien wij jullie snel weer in een nieuwe video. Tot de volgende keer. Dag!